gaan de RS6 in een nieuw jasje steken. Hier komt ie. We zijn in de werkplaats bij onze vriend Jeffrey. Die gaat de RS6 plakken, dat kon even niet bij ons binnen, wegens allerlei dingen die in de werkplaats gebeuren. Maar we staan bij mijn RS6. En het was toch wel een keer tijd voor een ander kleurtje. Ik heb hem natuurlijk al even. Ik kan er ook nog steeds geen afscheid van nemen. Maar goed, ik wil wel weer even een nieuw jasje aan. Laten we het zo noemen. Dus we gaan er een andere kleur op plakken. Inozetech folie wordt het. Hier staat hij.
De kleur ga ik nog niet noemen, want dat wordt een verrassing. En als deze video is uitgezonden, dan is ook de kleur reeds bekend middels de winactie die een aantal dagen geleden was. Hij gaat in ieder geval grotendeels uit elkaar. Bumper gaat eraf, want de carbondelen worden losgehaald enzovoort. Want we rappen er onderdoor en monteren het weer terug, omdat het er gewoon veel mooier uit gaat zien. Stickers gaan natuurlijk eraf, worden weer vervangen door een toepasselijke kleur. En ik ga nog steeds niet zeggen wat het is. Het wordt in ieder geval mega, mega dik. Iets wat ik al langer wilde, maar kwam er niet van allerlei bla bla bla. En nu gaat het gewoon gebeuren. Dus inmiddels was die klaar, als deze video uit is. Maar ik ben heel enthousiast, maar ik ga niet zeggen wat het wordt. Dus hij gaat nu uit elkaar, gaan jullie zien. En aan het einde van de video weten jullie wat het is geworden. En ik weet zeker dat het heel dik wordt. Zoals beloofd, de Lamborghini Huracan Spider. Een Huracan is een opvolger van de Gallardo, die samen met de Murcielago de Lamborghini weer op de kaart heeft gezet onder de vleugels van Audi. Zoals jullie wellicht bekend, beschikt een Huracan ten alle tijde over een V10. Wellicht zal dit de laatste generatie zijn met een V10 en zal de opvolger een V8 hebben. Een V10 staat natuurlijk bekend om zijn fantastische gebrul. De auto is uitgevoerd in de zilvergrijs metallic en wat ik erg mooi vind is dat je nu heel duidelijk de lijnen worden geaccentueerd door de kleur. Want je hebt nu licht en schaduwwerking en met een zwarte auto als puur als voorbeeld vallen de lijnen vrijwel helemaal weg. Omdat er geen werking is van licht en schaduw. De auto beschikt over 20 inch lichtmetalen velgen, set in black, keramische remschijven met groene details. Groene details vinden we dus ook weer terug in het interieur. Zo zijn alle stiknaden groen, dus zowel aan de deurpanelen als bij het dashboard en de stoelen. Natuurlijk niet vergeten het logo in de hoofdsteunen en uiteraard delen van de middenbaan. Stoelen zijn leer met Alcantara. Alcantara vinden we dus ook weer terug in verschillende delen, zoals de deuren, bovenop het dashboard en een stukje van de A-stijl. En verder heeft de auto stoelverwarming, uiteraard de climate control, een neuslift. Ik vind wel belangrijk in het dagelijks verkeer dat je de neus omhoog kan zetten. Elektrische stoelbediening, parkeersensoren voor, achter, een achteruitrijcamera, cruise control. En ook kan het dak geopend worden of gesloten in 17 seconden. En dat tot 50 km per uur.
Dit is een LP16-4, dat staat voor 610 pk, 4-wiel aangedreven. En de designstijl van Audi vind je het eigenlijk ook alweer terug in de Huracan. Een Audi R8 heeft uiteraard dezelfde motor, ook een digitaal dashboard waar alle informatie wordt weergegeven. Dus mocht jij nou interesse hebben in deze Lamborghini Huracan Spider, hij is van 2017, heeft gereden 38.055 kilometer, staat te koop voor €249.950. De RS6, hij is klaar. En ik heb hem natuurlijk al gezien. En ik moet eerlijk zeggen, het is wel echt mega dik. Het is een kleur die je... Ik weet zeker, 98% zeker, dat je die in ieder geval in Nederland, maar ik denk overal nog niet, hebt gezien op deze auto. Het is een historische kleur. Het is vintage. Het heeft ermee te maken... Het heeft te maken met de racerij. Het is een kleur die op basis is gemaakt van een bestaande kleur. En dat is een kleur uit 1928. En het is beter bekend als een Britse kleur. Nou, hij begint al te komen, hij begint al te borrelen. Van Inositec heet de kleur Vintage Racing Green. En hij is geïnspireerd op, uiteraard, British Racing Green. Ik vind het een mega dik resultaat. Zeker omdat deze auto natuurlijk best wel is geïnspireerd op de racerij. Abt Born to Race. Ik ben natuurlijk een racefanaat. En ik dacht, 1-1 is 2. We gaan de RS6 in een nieuw jasje steken. En wel British Racing Green. Hier komt ie. Tada! Het mooie van deze kleur is natuurlijk dat het heel erg contrasterend werkt. De auto was zwart, was leuk. Carbon was leuk. Zwarte accenten was leuk. Alleen op het moment dat je natuurlijk echt een kleur, dus in dit geval groen, dan gaat alles extreem contrasteren. Het carbon spreekt in één keer boom uit. Ieder die nu langs de auto loopt zegt zo, dat carbonpakket valt op. Ja, dat klopt. De zwarte sierlijsten vallen natuurlijk ook op. En, ik bedoel... De gouden velgen, ze zijn een beetje goudbronzig, maar oorspronkelijk is het goud. Die contrasteren ook natuurlijk extreem goed bij die kleur. En ook dat gouden is een klassieker uit de racewereld. Dus we hebben een klassieke racekleur, een klassieke accent op de auto. En uiteraard de naam en logo enzovoort van ons. Dat staat er natuurlijk ook in het goud op. Hebben we zoveel mogelijk op de velgen laten lijken, maar dat begrijpen we. Maar het is dus een glanzende wrap geworden. Nou, Inositec begint inmiddels stevig aan de weg te timmeren met bekendheid van deze folies en de eigenschappen. En wat is er uniek aan Inositec folie? De glans, om mee te beginnen, de sterkte en de weerbaarheid voor weersomstandigheden. Het is absoluut geen gewone folie zoals andere. Want ook het aanbrengen van deze folie brengt heel erg veel tijd en energie met zich mee. Wat gewoon letterlijk... twee keer zo lang duurt dan een, noemen ze een 3M-folietje die de gauw optrekt. Met alle respect daarbij. Maar dit is letterlijk twee keer zoveel werk geweest in tijd. Al met al is dit dus, betreft de wrapfolies, een unieke niche in de markt, denk ik wel zelfs. Betreft folies, wat er mogelijk is. Kleuren, metallic kleuren in de glans. Zelfs ook mat, maar voornamelijk zijn ze bekend om de glansfolies. Je voelt ook gewoon... Het is echt glad. Het is net een lak. Heel mooi. Dus dit is een uni kleur. Uni glans. Maar je hebt er ook metallic kleuren. Een groen, een rood, noem maar op. Vorig jaar, was dat dit jaar? Nee, was begin dit jaar hadden we ook nog een Ferrari 812 Superfast. Dat was weer een glimmende rode metallic kleur.
Er komen ook heel veel kleuren aan, maar we hebben nu inmiddels in de showroom een kleurenwaaier eigenlijk aan de muur hangen met hele grote vlakken. En dan kan je heel gaaf zien wat er mogelijk is. Binnenkort gaan we trouwens ook weer een heel gaaf project doen, maar daar moeten we nog 2 maanden op wachten voordat dat gaat gebeuren. Maar wordt weer een memorabele. We gaan deze folie, want dat is nog niet gedaan, want dat is echt net klaar. Wordt ook nog eens een keer gepolijst. Net als dat je een lak polijst, kan dit ook gewoon gepolijst worden. Dan een glascoating. Ja, en dan blijft die zeker nu in de winter echt heel mooi. Want al is het, denk ik, persoonlijk naar mijn smaak extreem gaaf geworden. We hebben natuurlijk een winactie gedaan en heel veel mensen reageerden. Er waren 2 mensen die hem ja, nagenoeg goed hadden, alleen de naam van de folie niet. Maar het geeft wel aan dat het een bekende kleur is. Ik wil zeggen, geniet van de beauty shots. En wil jij nou net zo'n kleur of een andere kleur, maakt niet uit, maar een Inozetech folie, bel ons en wij gaan het voor je regelen. Want je ziet het, we kunnen hele mooie dingen maken. Merry Christmas. Iedereen bedankt voor het kijken van afgelopen jaar. Tot volgend jaar, dan maken we er weer een mooie linkerbaanshow van.